Mijn herinnering aan de piek. Ik heb er eigenlijk twee. Mijn eerste concert dat ik heb gezien en mijn eerste concert wat ik zelf heb mogen geven. Ik had echt net een bandje, dus ik dacht ik moet in de piek optreden. Ik stond allemaal met mijn vriendjes in de pit vooraan. Dat is echt om nooit meer te vergeten. Jam sessies waar ik als meisje begon op het podium te staan. Dat ik leuk ging jammen met iedereen. Dat ik hier altijd de meeste gekke bands heb gezien. Eigenlijk dat ik daar voor het eerst in 1975, denk ik, voor het eerst echt een band live op het podium zag. En toen dacht ik wil zelf muzikant worden. Een plek als de piek moet er zijn in de stad. Talent ontwikkelen, kansen pakken, elkaar ontmoeten en daaruit groeien. Ik denk dat elke stad een broedplaats moet kunnen hebben voor cultuur, voor jong, oud, voor iedereen. En een plek waar we samen kunnen komen met iedereen. En vooral de aantrekkingskracht tot toeristen en andere mensen uit Nederland. Een plek zoals de piek is het perfecte podium waar ze hun kunsten neer kunnen zetten. Zonder een podium zoals de piek nu is in de stad, is er hier eigenlijk geen reet te beleven.